Vandaag wil ik het even hebben over een bijzonder onderdeel van het manifestatieproces. En het is een onderdeel met een, ja, een speciale naam dat we kennen uit de Bijbel eigenlijk. En het noemt de Sabbat. En het heeft eigenlijk een bijzonder verrassende betekenis. Het heeft niet de letterlijke betekenis die zoals het in de Bijbel vermeld staat. En ik zal het zo dadelijk wel even een stukje lezen. Die letterlijke woorden daarvan. Het is eerder de symboliek daarvan die we mogen begrijpen en die wel belangrijk is in ons manifestatieproces. Oké, zijn jullie er klaar voor? Dan ga ik eerst nu een stukje voorlezen uit het boek van een van de boeken van Neville Goddard, Freedom for All. Ik heb het zelf vertaald. Dus dit is mijn vrije vertaling daarvan. Oké, de Sabbat. In Exodus zegt de Bijbel: houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een heilige dag, een dag van rust, gewijd aan de Heer. En hoe we dat tot, ja, denk ik, meestal letterlijk begrijpen, en hoe dat ook in de katholieke kerk is ingevoerd, hè, is dat we 6 dagen lang mogen werken, hè, van maandag tot zaterdag. Was het zo vroeger, hè, een beetje opgelegd, dan mag je werken, maar de zondag is verplichte rustdag. Nu, deze 6 dagen zijn geen periodes van 24 uur. Hè. Ik lees even verder uit het boek. Het zijn geen letterlijke 24 uur. Ze symboliseren het psychologische moment dat in een duidelijke subjectieve staat is verankerd. En deze 6 dagen werk zijn subjectieve ervaringen en kunnen dus niet worden gemeten door lineaire tijd. Want het echte werk van het verankeren van een duidelijke psychologische toestand wordt gedaan in het bewustzijn. Het is nu even ingewikkeld, maar laat ik lezen gewoon even verder. Hè. De tijd die jij besteedt aan het bewust definiëren van jezelf als dat wat je wilt zijn, is de maat van deze 6 dagen werk. Ja, dat is dus het creatieve werk. Het werk dat in deze 6 creatieve dagen wordt gedaan, is een verandering van bewustzijn. Een psychologische aanpassing die niet door lineaire tijd, maar door daadwerkelijke, subjectieve verwezenlijking wordt gemeten. De schepper, jij, wordt verbonden aan zijn schepping, wat je verlangt, door gevoel. En de tijd die je nodig hebt om een duidelijk gevoel te verankeren, is de ware maat van deze 6 dagen van de schepping. Begin het al een beetje duidelijk te worden. Je gaat mentaal afstand nemen van die objectieve wereld, dus de wereld die je rondom jou nog ziet. En je gaat de subjectieve of de persoonlijke staat van wat jij verlangt in jezelf verankeren door het gevoel. Dus met andere woorden, je gaat je nog zo weinig mogelijk aantrekken van wat er in jouw omgeving nu aan de hand is en wat je wil vervangen door iets anders. Door wat jij verlangt. En je gaat je zoveel mogelijk in je gevoel verbinden met datgene waar jij naar verlangt. Alsof het er al is. Right? Het komt weer altijd op hetzelfde neer. Dan. Er is altijd een interval tussen de verankerde gevoelsbeleving of subjectieve toestand. Dus het gevoel alsof het er al is. En de uiterlijke realisatie van die toestand. En dat interval wordt de Sabbat genoemd. De Sabbat is de mentale rust die de verankerde gevoelsbeleving volgt. Het is het resultaat van uw zogenaamde 6 dagen werk. Automatisch maak je van de Sabbat een rustdag, een periode van mentale rust. Dat hoeft daarom geen dag te zijn, hè? Als je erin slaagt je 6 dagen werk te volbrengen. Er kan geen sabbat zijn, geen zevende dag, geen periode van mentale rust, totdat die 6 dagen voorbij zijn.
Dus totdat de psychologische aanpassing is bereikt en de mentale indruk volledig is gemaakt. De mens wordt gewaarschuwd dat als hij er niet in slaagt de sabbat te houden, als hij er niet in slaagt de rust van de spirit binnen te gaan, hij ook de belofte niet zal ontvangen. Hij zal zijn verlangens dan niet realiseren. De reden hiervoor is simpel en duidelijk. Er kan geen mentale rust zijn totdat er een bewuste indruk is gemaakt. Als een mens er niet in slaagt om zichzelf volledig te doordringen van het feit dat hij nu heeft wat voorheen nog enkel een verlangen was, zal hij ernaar blijven verlangen en daarom zal hij mentaal niet gerust of tevreden zijn. Als hij er daarentegen in slaagt deze bewuste mentale staat te bereiken, zodat hij bij het tevoorschijn komen uit de periode van 6 dagen werken in zijn gevoel weet dat hij het gewenste nu is of heeft, dan gaat hij automatisch de sabbat of de periode van mentale rust in. Dan is er een gevoel van: het is er, ik hoef me er niet meer mee bezig te houden, mijn creatiewerk is volbracht en nu mag ik even chillen, nu mag ik even rusten. En dat is dus de sabbat, hè? Voordat hij de rust van God kan binnengaan of de sabbat kan houden, voordat hij onbevreesd en in vrede kan gaan, moet hij een goede geestelijke scherpschutter worden en het geheim leren van het doelwit te raken, oftewel de zogenaamde 6 dagen werken. Het geheim waardoor hij de objectieve toestand loslaat en zich afstemt op de subjectieve of persoonlijke ervaring. Dus het geheim is dat je de objectieve toestand loslaat, dus wat er in jouw omgeving, in je leven nu nog aan de hand is, en je volledig afstemmen op de subjectieve toestand, de persoonlijke ervaring, het gevoel van wat jij verlangt dat het er nu al is. Dat is het geheim. Richt uw aandacht weg van uw probleem, weg van uw gevoel van beperking, want dat verhindert de vrijheid die u verlangt. Richt uw volle aandacht op het voelen dat u nu bevrijd bent van de beperking van het verleden. Ontken de zogenaamde realiteit die uw zintuigen waarnemen en begin het gevoel van vrijheid te cultiveren. Laat dit gevoel zo overweldigend echt worden dat u uitroept: ik ben vrij, het is volbracht. En dat staat dan weer letterlijk in de Bijbel in Johannes. Dit nieuwe weten wordt gevolgd door de sabbat of mentale rust. U bent er dan volkomen gerust in dat, hoe grote obstakels ook lijken te zijn, uw vernieuwde mentale staat in uw fysieke realiteit zichtbaar zal gerealiseerd worden. Dat is een stukje uit het boek Freedom for All van Neville Goddard. Ah, hallo, dag Lies. Het belichamen, ja, inderdaad, ja. Inderdaad, het belichamen, daar komt het op neer. Dus volledig je inleven dat het er al is wat je verlangt te zijn, te doen of te hebben. U dat leren helemaal, dat helemaal inderdaad belichamen. Ik was tijdens het lezen ook aan dat woord aan het denken. Goed dat je dat hier benadrukt. Ja, daar komt het inderdaad op neer. En eens je dat gevoel helemaal hebt verankerd en je er volkomen voor 1000% gerust in bent en weet, divine knowing, weet dat het er is, alsof het er al is, en je dat echt kan voelen, dat je er helemaal van doordrongen bent, dat er geen grijntje twijfel is, dan kan je de sabbat ingaan, dan gaat dat automatisch gebeuren. Dan ontstaat er die mentale rust, die emotionele rust. Dan laat je alle angst los van dat het er nog niet is. Hè. Dan kan je uit de kramp gaan en dan kan je helemaal tot rust komen en in de zogenaamde sabbat gaan. Hè. Dus het maakt niet uit hoe lang dat creatiewerk duurt. Hè. Die zes zogenaamde werkdagen zijn een symbolische periode. Hè. Dat is de symbolische periode van jouw creatiewerk, van jouw actieve innerlijke creatiewerk. Waarna automatisch de 7e dag, de rustdag, hè, de zondag, volgt.
En die mag je niet overslagen. Je moet zien dat je echt die sabbat, dat je daar geraakt. Want anders, zoals we daarnet hebben gelezen, anders blijf je in die constante, in dat constant gevoel van verlangen. Hè? Een constant gevoel van verlangen naar iets dat er nog niet is. En wat doet het universum? Dat bevestigt altijd wat we voelen, wat we denken, wat we uitzenden. Dus ja, jij verlangt dat, oké. Blijf dat dan maar verlangen. Hè? Je wilt echt dat punt bereiken waarop je weet, tot zo zeker weet dat het er komt, dat het er al is. Hè? Dat je voelt alsof dat het er al is. En dat is dan inderdaad het woord belichamen dat je daar ook voor kan gebruiken. En dat mag je heel letterlijk doen soms. Hè? Je mag dat echt eens gaan letten op je houding. Iemand die is of die doet of die heeft wat ik verlang. Gaat het om geld, gaat het om een relatie, gaat het om een andere job of een huis of wat dan ook. Iemand die dat al heeft of is of doet, hoe gedraagt die zich? Loop ik zo over straat als een persoon die dat al heeft of die dat al is? Of loop ik nog met een gevoel van, ik wou dat het er al was. Hè? Dus volgende keer, hoe stap jij? Hoe gedraag jij je? Richt je schouders op, richt je hoofd op. Breng een glimlach op je gezicht, breng een heldere blik in je ogen. Alsof het er allemaal al is. En loop over straat of in de winkel of op je werk of waar dan ook. Zit in je zetel als iemand die het allemaal al is en heeft en doet. Right? Dat is ook een onderdeeltje van dat belichamen, dat is echt je fysieke houding. Dat doet enorm veel, echt waar. Als je altijd zo ineengezakt hangt, dat is niet de houding, daar is niks mis als je echt moe bent en ach, je wil eens even totaal ontspannen. Maar let erop dat je niet constant zo hangt. Hè. Dat doet enorm je houding, je fysieke houding, een glimlach op je gezicht, een heldere blik. Dat doet enorm veel met je mentale toestand, met je emotionele toestand, met je frequentie dus ook. Hè. Dus kijk eens of je daarop kan letten. Dat is een stuk van het belichamen, dat is echt het letterlijke, fysieke deel. En het andere stuk is natuurlijk het gevoel verankeren. Hè. In elke cel van je wezen voelen dat het er al is. Dat je het al bent, dat je het al hebt. Alright? Voilà. Ja, dat is een belangrijk stukje, de sabbat. Hè. Dus kijk eens wat je ermee kan doen voor jezelf. Ah, hallo, dag Angelique. Fijn dat je er ook bent. Dus kijk eens wat je er kan mee doen. Of je echt helemaal volop in die 6 creatieve dagen kan duiken. Dat even heel intensief kan maken. En nogmaals, het zijn dus geen letterlijke 6 dagen. Dat kunnen evengoed 6 minuten zijn. Hè. Het kan echt enorm snel gaan. En eens je echt voelt en verankerd hebt en belichaamt, hè, echt voelt dat, yes, het is er, ik heb geen greintje twijfel, dit komt gewoon in orde, ik voel me alsof het er al is, dan ga je automatisch in de zogenaamde sabbat, in de periode van mentale rust, van innerlijke rust en vrede, voel je je helemaal in je kracht, in je vertrouwen, in overgave. En dan weet je dat het een kwestie van tijd is. In je beleving is het er al. Hè? Maar die periode van sabbat is dus nodig als de overbrugging tussen jouw creatieproces en de realisatie van wat je verlangt. Alright? Oké, geniet van jullie creatieproces. Geniet ook vooral van de sabbat. En natuurlijk ook en dubbel en dik van het beleven van de realisatie ervan. Oké? Ahai, dag Patricia. Goed, als jullie nog vragen hebben erover of ervaringen willen delen, altijd leuk. Zet ze gerust hier in de opmerkingen. En tot de volgende keer. Cheerio!